Yo guys, let's hier. We hebben daar een nieuwe video en vandaag is het quarantainevlog nummer 3. Oké boys, welkom bij mijn allereerste mukbang. Maar vandaag mijn eerste schooldag. Het is eigenlijk al 2 maanden geleden dat ik zo fatsoenlijk ver weg ben geweest. Dus helemaal terug naar Sint fucking Katelijne Waler met de trein. Eerst nog met de tram naar Antwerpen. En ja, ik heb geen zenuwen ofzo, omdat ik wel gewend ben aan een straatbeeld met mondmaskers en zo. Gewoon puur omdat ik wel afgelopen weken heb gewerkt. En dat was ook mijn mondmasker en zie ook heel veel mensen komen met mondmasker. Dus dan raak je dat wel gewend. Ik vind het eigenlijk specialer dat ik voor het eerst terug naar Antwerpen ga, of toch langs Antwerpen, dan dat ik terug naar Sint-Katelijne-Waver ga. Dus ja, dat is toch wel pure drama. Maar voor de rest, ik moet straks nog iets afprinten, want ik ga een campus abonnement of een campuskaart kopen. Ja, met straks je laptop, want ik heb die mail gevonden. Ja, ik heb moeilijk met mijn dingen. Want natuurlijk, ja, ik heb mijn abonnement natuurlijk niet verlengd. Want ik had eigenlijk echt geluk. Ik had mijn abonnement verlengd in 3 maanden. Ik weet ook niet waarom. Maar ja, nu kwam dat super goed uit natuurlijk. Dus ja, ik ben er echt nog het goedkoopste van iedereen afgekomen. Ja, want ik heb voor een jaar had je ook zo niet. Ik kan het niet gebruiken. C'est la vie, boys. Dus ja, ik kan straks ook nog laten zien hoe het met mijn planten is. Ik denk dat de mensen daar ook wel benieuwd achter zijn. Maar ik zeg tegen sommige mensen gaan echt verschieten van bepaalde planten. Jullie zijn niet ready. Ik zweer het, hoor. Fuck. Nu goed, ik moet om 1:15 op school zijn. Ik heb speciaal zo'n groep gekozen dat ik zo'n beetje laat in de namiddag had. Allee, in de middag. Dan kon ik zo rustig opstaan. Niet te druk, niet te veel tijdstress van hoe ga ik op tijd zijn. Gewoon die eerste keer rustig met de trein. Yo. Hey, Emily, ik ga naar school. Tadaa. Zo, dus ik heb afscheid genomen en ik kan eerlijk zijn, het is toch weer raar om buiten te moeten komen. Ik kan toch eerlijk zijn, ik ben toch weer een kwartier te laat vertrokken verdoemen. Ik heb al een slechte tweede schooldag genomen, want ik moet ook nog een soort van abonnement, een campuskaart pakken of zoiets. Dus ik hoop dat ik allemaal nog genoeg tijd heb. Ik heb nu ongeveer nog 40 minuten à 3 kwartier om een trein te halen. Dus ik zie jullie op de trein. Ik vond ineens mensen voor mijn neus, dat is f***ing awkward. Ja, niks van kijken, man. Wat de fuck is hij aan het doen, man? Maar ja, boeien. Dat hoort erbij in de lifestyle van Enzo Knol. Yo, boys. Ik zit nu op de trein. Het is echt niet normaal stil. Zo stil heb ik het nog nooit geweest in het Centraal Station. Misschien wel om 12 uur s'nachts. Nou is er zelfs meer volk. Ja, jong. Gekke tijden. Echt fucking gekke tijden. Goed, de meesten zullen misschien dit pad wel herkennen. Ik ben nu naar school aan het stappen. Ik ga zo mijn vrienden terugzien. Ja, daar heb ik toch wel zin in. Ik ga ook een stukje proberen vloggen. Ik kan niets beloven, want niet iedereen wil op de camera komen. Maar ik ben bijna aan school. Ik heb even mijn mondmasker afgedaan. Als we in school komen natuurlijk, moeten we dat terug opdoen. Maar goed, ik denk nu 3 uur labo heb. Verdoem, dat is toch wel lang eigenlijk. En ja, we zullen zien hoe dat afloopt. Yo, de les is gedaan en hoe was het hè? Het was rete saai. Iedereen uit elkaars buurt blijven, niks zeggen. Je had op het laatste, een half uur voor het einde, dat je hebt door dat je moest doen. Bruh. Maar nee, het was wel leuk. Beter laat dan nee, het was eigenlijk echt fucking saai. Dus ja, nu ga ik terug naar huis. En tot straks. Weet je wat er zo net is gebeurd? Ik zat in een tram. En voor die tram reed een tram die ik nodig had. Dus die tram had ik sowieso gemist. Maar achter mijn tram reed er een bus die ik kon pakken. Nu, ik dacht, die tram gaat hier stoppen. Want die bus kwam vandaar en die reed er direct achter. Wat doet die tram? Die opent zijn deuren niet. Die rijdt gewoon rond. Die stopt hier en ik mis ook die bus. Dus ja, nu moet ik wachten tot er iets anders komt. Nice. Als er nog een bus gekomen, heeft die mij ook... Skipped. Ik denk gewoon dat het lot niet wil dat ik naar huis ga. Ik heb al sinds
half 10 ochtends niet meer gegeten. Ik heb kapot veel honger. Oké, dat is mijn eigen schuld. Maar dan nog, ik heb fucking veel honger. Dus ja, hopelijk komt er zo een tram. Eindelijk thuis. Holy fucking shit. Wow, en toen waren we 2 weken later. Nu, waarom ik eigenlijk niet meer heb gevlogd, ik had die dag eigenlijk gewoon geen zin meer om te vloggen. Maar ik wou mijn vlog toch nog afmaken, omdat ik ook nog beelden ging laten zien van mijn planten. Nu, ik zeg jullie, die shit is fucking episch. Ik heb het echt al zitten ophypen en shit. Maar nu gaan jullie eindelijk zien wat er van mijn planten is gekomen. Nu gaan we beginnen met de eerste plant. En dat is in deze. Dat was de Carex, het grasje. En daar is eigenlijk echt niks aan veranderd. Maar. Nu deze. Oeh. Shit, dat nu gaat komen. Oké, de volgende plant was zo degene met die kleine stengeltjes waar bloemetjes aan hingen. Dat is de volgende. En die zien jullie nu. Dan hebben we de volgende plant, die is ook nog uit de tweede quarantainevlog. En die is ook niet normaal gegroeid. Dat is in deze hier. En zie maar voor uw eigen hoe hard dat die is fucking gegroeid. Let's go. Maar goed. Dan blijft er nog één plant over. En dat is, ik ken de naam eigenlijk niet. Dus ja, maar de eerste plant, de volgende plant, is eigenlijk de plant vanuit de allereerste quarantainevlog. Niet de anderhalve, echt gewoon de eerste. En zie maar, met eigen ogen. Dus ja, dat zijn mijn planten. Echt fucking even. Sommige planten, bijvoorbeeld degene in de pot, in de grijze pot, die plantjes, die zijn een beetje beschadigd door de regen. En ik hoor ook al mensen denken van, dude, je hebt toch genoeg tijd gehad om je plantjes te filmen. Toen dat nog niet regende, want het is letterlijk 2 maanden droog geweest. Ja, oké, fair enough. Misschien dat ik nog geen een van de volgende quarantainevlogs laat zien, dat ze nog harder zijn gegroeid en dan staan ze misschien wel terug wat mooier omdat dat niet net heeft geregend, wat nu wel het geval was. Nee, maar goed, voor de rest wil ik ook nog even bedanken voor de 500 abonnees. De komende week komt er nog een video aan waarin ik verschillende mensen bedank en waar ik ook een shout-out geef naar verschillende mensen. Dat is misschien hetzelfde, soort van. Je zult wel zien. Maar dan ga ik deze vlog wel eens een keer afsluiten, want ja, dat moet toch ook wel gebeuren. Dus vonden jullie deze video leuk? Was een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer en de volgende keer een nieuwe quarantainevlog. En ik zeg ciao!